ik vind nu niet omdat ik toevallig zo'n volledige collectie strips heb, dat ik ooit een keer op het carnavalsfeestje van school ben verkleed gegaan als Urbanus en Pusher Stoei heb geplaybacked. Wat misschien op die leeftijd wel redelijk raar was. En toevallig heel goed zeven zaventemse zotten zouden zeven zomerse zondagen zwemmen zonder zwembroeks waren. Julien zijn zuster zaliger zijn, zo'n zevenaarse zijn zelfs zot zeker ze zullen zinken. Ik kan zeggen dat ik ineens fan zou zijn van Urbanus. Toen ik 11 was moest ik van mijn ouders op gitaarles. En ik zei dat is goed, maar kan ik dan ook liedjes van Urbanus spelen? Want ik vond het toen heel erg grappig. Inmiddels ben ik 31. Ik kan nog steeds geen liedjes van Urbanus spelen, maar ik vind hem nog wel steeds heel erg grappig. Dus gefeliciteerd met je prijs. Urbanus verdient deze award absoluut. Als er iemand is die je moet krijgen, is het Urbanus. En om het te vieren, gaan we straks dit nog eens opleggen. Urbanus, 10 jaar live. Het zijn er ondertussen al veel meer geworden en hopelijk komen er nog 10 jaar bij. Urbanus. Geen een van al die dames wordt verliefd op mij. Ik loop hier nogthans naakt en mijn vrouw is er niet bij. Maar ik krijg hier met mijn grappen zelfs geen glimlach op hun lippen. Ze liggen liever met een welgebouwde strand te ver te wippen. Sinds mijn 12 jaar kan ik DNA doen. Ik had namelijk voor mijn plechtige communie allemaal cassettes gekregen van Urbanus. Allee, ik had dat gekregen van ons moeder, niet van Urbanus zelf. Urbanus is voor mij, net zoals de meeste beginnende comedians, de reden waarom dat wij op het podium willen gaan staan en de mensen laten lachen. Echt waar, Urbanus, top en bedankt. Wat ik me altijd zal herinneren, buiten de zaalshows, strips en liedjes natuurlijk, is dat ik tijdens een communiefeest van Maxime, zijn neef, op een gegeven moment gewoon de stoel nam en naast hem ging zitten. Hallo Urbain, gefeliciteerd met jouw Lifetime Achievement Award. Geen enkele comiek in Vlaanderen die het meer verdient dan jij, een inspiratie voor ons allemaal. Ach, uren heb ik doorgebracht op de wc met jouw platen als kind. Het was fantastisch, het bevorderde de stoelgang op een manier waarop dat geen enkele comiek mij ooit vlotter heeft laten kakken. En ook nog goed gedaan met dat sportpaleis. Origineel idee ook trouwens. Waar zouden we dat vandaan hebben gehad? Gefeliciteerd, makker.